Vijf jongeren zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rijsbergseweg in Etten-Leur. De bestuurder van de BMW is ter hoogte van de Sprundelse baan door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren. De wagen kwam in de berm terecht, waarna hij op een lantaarnpaal is gebotst. Een van de inzittenden zat fors bekneld en kon pas na een uur worden bevrijd.